zit een touw om hem aan te trekken, dat heet een schoot. Dus je hebt een fokkenschoot en dan heb je een zeilschoot of een grootschoot. Die mag je nooit loslaten. Juist een grootschoot moet je altijd in de hand houden. Want als je een windvaart krijgt en hij zit vast, dan kun je Dan de andere broek bijtrekken. Dan loop je naar de mast. Pak je weer vast. Ja, bedankt. Daar gaat-ie. En wij gaan daar. De mannen. We zitten al in de boot. Hannes is er hoor. Ben je klaar? Arjan. Even rustig aan, hè? Arjan, ik heb erg graag dat iemand die motor uitprobeert. Ik ken alleen maar motor ik, van je ik kom bij jou. En dan pak je de andere. Of andere voeten, dat je goede linker of rechts bent. Met die voet dat is het beste. Ja? En dan aan de max. En je gelegd. Dat betekent dat jullie allebei zo'n val nemen. Zo, en dan gaan jullie dan trekken. De ene trekt deze scheef. En de andere trekt dus dan helemaal. Met tas ook. Wat is er aan de hand? Hier zit een trootje. Er zit een andere trekje. Dan pak die maar de touwtje. Eerst goed gaan staan. Hier pakken. Ja, daar aan trekken. Met die hand. Kijk maar wat er gebeurt. Nou is aan ons. En dan hebben we gewoon hier geen wind meer erin. Dat scheelt een heleboel toe. Ik ga niet zeilen. Ik leg straks even wat dingen uit. En dat iedereen goed luistert wat ik vind. Het heeft letterlijk een eigen handen willen hebben. Oké. Ik heb een paar keer gespeeld. Ja, maar niet zo.